We hebben een paar mooie gasten aan tafel, Harold. Nou, lof. Ja, ik zal ze zich eerst even laten voorstellen. Sebastiaan, vertel. Ja, aangenaam iedereen. Ik ben Sebastiaan. Ik ben jongerenvertegenwoordiger van Jong Regio. Een vrijwilligersorganisatie die algemeen heel Nederland regio's indeelt. Waarbij we jongerenvertegenwoordigers hebben die hun eigen projecten aangaan. Om participatie tussen jongeren voor de duurzaamheid eigenlijk te verhogen. Maar eigenlijk doen we een beetje van alles. Precies, ja. En wat jij ergens van vindt en waarom jij dat nou zo mooi vindt om te doen, daar komen we straks nog uitgebreid op terug. En jij studeert? Ik studeer natuur en sterrenkunde op de Universiteit van Amsterdam nu. Ja. We zijn heel benieuwd straks naar wat jij vindt van wat Shannon, want jij zit aan die kant, wat jij ons zo meteen allemaal gaat vertellen. Ja. Ja, mijn naam is Shannon Spruit. Ik ben een van de oprichters van Populitics. Wij specialiseren in burgerparticipatie. Wel in brede zin. We organiseren heel veel online raadplegingen. En we hebben vooral heel veel inwonersparticipatie rondom de energietransitie georganiseerd. En wij hebben dus voor Flevoland een onderzoek gedaan naar de perspectieven van jongeren op dit onderwerp. En vandaag ga je daar iets vertellen over de resultaten daarvan. Ja, ik ga een paar lessen delen. Ja, mooi zo. Thies, ja. Hey. Ik eindig het voorstelrondje bij jou, maar we beginnen ook het gesprek bij jou. Mag je eerst vertellen natuurlijk van wat doe jij? Ja, ik ben voor de regio Flevoland de coördinator van de RES. En de RES, het wordt al een aantal keer gevallen, staat voor regionale energiestrategie. Ik mag dus dat ambtelijk coördineren, de voorbereiding voor alle afspraken die daar binnen gemaakt worden. Ja, en jij zei een keer van nou, het gaat ook over het niet fossiele energie vlot trekken. Ja, zo zou je het kunnen samenvatten. De overheden in Flevoland werken samen aan de energietransitie. De RES maakt daar onderdeel van uit. De regionale energiestrategie gaat met name over welke afspraken gaan we maken, maken we in Flevoland om gezamenlijk voldoende energie op zo'n manier op te wekken dat we geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben. Dat is een mooie uitdaging. Dat is zeker een mooie uitdaging. Ja, ja. En toen hebben jullie bedacht van er moet een onderzoek komen? Of is dat te kort door de bocht? Nou ja, ik zei al, in de RES maken overheden afspraken over hoe we energie kunnen opwekken. Maar overheden wekken natuurlijk geen energie op. En overheden gebruiken wel energie, maar ook niet de grootste gebruikers. Er zijn vooral afspraken die je met elkaar maakt. Hoe gaan we de samenleving inrichten, dat de samenleving op een goede manier, bedrijven, inwoners, bewonerscoöperaties, daar vorm aan kunnen geven. Maar dan is het ook wel handig om aan de voorkant rekening te houden met wat kunnen inwoners, bedrijven aan, wat willen ze, hoe zien ze dat zelf. Dus we verrichten ook onderzoek naar hoe de Flevolander eigenlijk over denkt dat al die windmolens er staan, dat er zonnepanelen op daken komen of misschien zelfs ook in weilanden. Al dat soort aspecten van de energietransitie zijn we ook natuurlijk heel benieuwd hoe de Flevolander daarover denkt en hoe ze daaraan willen bijdragen. En jullie hebben toen Shannon, Populitics, ingehuurd voor een mooi onderzoek. Ja, we hebben een Populitics gevraagd om dat voor ons te doen, omdat zij een hele specifieke manier hebben ontworpen om dat te doen, waarin de Flevolander ook echt aan het woord kan komen en daarin keuzes kan maken. Dus dat onderzoek hebben we laten doen een jaar geleden. Alleen aan dat onderzoek deden heel weinig jongeren mee. Moet ik zeggen, het was een je zat vrij lang achter je scherm om dat allemaal in te vullen. Dus we snapten dat ook wel. Dus toen kwam er een vervolgvraag. Ja, denken jongeren nu anders over die energietransitie dan wat we nu gemeten hebben onder Flevolanders? Ja. En wat denk je zelf? Denken jongeren anders? Uit de eerste peiling die Populitics gehouden, kwamen een aantal vermoedens naar voren. Dat jongeren wel eens anders zouden kunnen denken. Wellicht, hè, dat hoor je vaker, meer betrokken zouden zijn bij het klimaatvraagstuk. Dat gaat natuurlijk aan de energietransitie vooraf. Hè. Hebben we last, krijgen we last van klimaatverandering en kunnen we daar aan bijdragen met een energietransitie? Het vermoeden was dat jongeren daar meer betrokken bij zouden zijn. En dat ze daarin misschien wellicht ook andere keuzes zouden maken. Ik heb eerder van een onderzoek gehoord dat jongeren zeggen, als ik maar kan blijven vliegen, kom erop met die windmolens. Nou, dat zijn dan de vooroordelen waarmee je zo'n onderzoek ingaat. Ja. Wat leuk. En jullie hebben dan ook de vraagstelling zo van nou bedacht van
wat je graag zou willen dat eruit zou komen. Ik weet niet in hoeverre jij daar ook bij betrokken was, Harold, bij de voorbereiding zeg maar, van dat hele onderzoek. Nee, maar we hebben wel volgens mij ook, we hebben binnen de rest ook de maatschappelijke adviesraad. Hè, dus we hebben daar ook wel even gepolst van wat zouden nou dingen zijn die daar in ieder geval in moeten komen. Nou, dat heeft volgens mij wel tot een mooie input geleid. En ook samen met de onderzoekers ook het fijn en scherp gesteld. Ja. Ja. Nou, dan zijn we natuurlijk heel benieuwd, Shannon. Dan komen we bij jou. Ja. Misschien jullie hebben dat onderzoek wat we gedaan hebben. Want we hebben eigenlijk 3 verschillende dingen gedaan. Ja. Kunnen wij het plaatje? Ja, zeker. Ja, want op het eerste plaatje zien jullie wat we eigenlijk dus een jaar geleden hebben gedaan. Dus die participatieve waarde-evaluatiemethode. Waarbij we dus mensen afwegingen laten maken. Dus dat was voor die hele... Iedereen, voor iedereen in Flevoland kon hier aan meedoen. En dan maken mensen afweging tussen verschillende dingen die je kunt doen eigenlijk als provincie Flevoland zijnde om de energietransitie verder te brengen. Maar ja, daar kwam dus uit omdat er niet superveel jongeren meededen. En die meededen leken net andere voorkeuren ook te hebben dan de rest van de populatie. Dus we dachten, ja, dat moeten we uitzoeken. Want het kan ook zijn dat ze denken, ach, ik ga er even snel doorheen, dus ik klik maar wat aan. Nou, het kan zijn dat je met een bepaalde methode een hele specifieke groep jongeren bijvoorbeeld betrekt. Dus die misschien dus ambitieuzer zijn wat betreft de energietransitie. Of dat je op een manier een bias hebt geïntroduceerd. En als je niet genoeg jongeren hebt, kan je dat niet met zekerheid zeggen. Dus dan moet je eigenlijk extra onderzoek doen. En daarom hebben we dus ervoor gekozen om 2 extra activiteiten uit te voeren. Eén is samen met de Swipocratie hebben we dus een Swipocratie opgesteld. Swipocratie. Ja, dus dat is. Swipen is van de dating app, zeg maar, van swipe links, swipe rechts. Ja, dat is exact. Dus in plaats van mensen heen en weer swipen, swipe je stellingen van dit bevalt me wel of dit bevalt me niet heen en weer. En dat is een methode die dus door Florian Franke vaak wordt toegepast, ook rondom de energietransitie, om jongeren te betrekken. Dus dat hebben we eigenlijk die raadpleging die we eerder hebben gemaakt, hebben we in een ander format gegoten. Om daarmee dus jongeren alsnog online extra te bevragen. En wat we ook hebben gedaan is groepsgesprekken. Een aantal groepsgesprekken hebben gedaan met jongeren op een mbo. Om eigenlijk die verdieping te zoeken. Dus waar je bij een swipe kan zien, natuurlijk op stellingen heen en weer swipt, leer je eigenlijk niet precies wat eronder zit. Ja. Maar we wilden eigenlijk weten wat zijn de argumenten die jongeren gebruiken. En waar zijn ze mee bezig. Dus echt in gesprek met de doelgroep zelf. Ja, zeker, zeker. En dat was een bewuste keuze om dat alleen bij mbo-scholen te doen? Wij hebben het een aantal keer uitgevoerd. En vanuit het Verda College in Emmeloord kregen we ontzettend enthousiaste reacties. Dus we hebben gewoon die kans gegrepen om dat daar uit te voeren. Dat is een mbo. Ja. En wat heel leuk is dat die jongeren technische opleidingen volgden. Dus die ook daadwerkelijk een rol kunnen spelen in die energietransitie. Ze waren ook wel benieuwd van deze specifieke doelgroep, die eigenlijk zo belangrijk daarvoor is. Hoe staan zij hierin? Ja. Zijn ze hiermee bezig? En wat we heel erg merkten is dat je dus echt je het moet zien als een soort van complementaire manieren om jongeren te betrekken. Dus het zijn 3 verschillende, of we hebben eigenlijk op 3 verschillende manieren wat geleerd over jongeren. En je merkt ook dat je daarmee net een andere groep bereikt. En dat je dus ook, misschien moeten we naar de volgende. Ja, ik wil zeggen, want jullie hebben alles samengevoegd. En dit wat we nu zien is een voorbeeld. Nou, dit is een voorbeeld van de uitkomsten. Wat ik denk wel interessant is. Maar zeg maar die vraag van ik vind meer windparken in Flevoland oké. Dat was in de Swipocratie ja of nee? Ja, klopt. Dus 48% van de inwoners vindt meer windparken. Van de jongeren vindt meer windparken in Flevoland oké. Ze zijn daarmee, dus vanuit de PWE hadden we eigenlijk, de participatieve waarde-evaluatie. Het eerste onderzoek. Toch een onderzoeker, hè? Dan gebruik je die verschrikkelijke termen. Hadden we het vermoeden dat jongeren wat positiever ten opzichte van windparken zouden staan dan de rest van Flevoland. En eigenlijk zien we dat niet zo heel erg bevestigd in de Swipocratie, maar ook zeker niet in de discussies die we met de jongeren hebben gevoerd op het mbo. Daar merkten we eigenlijk dat ze zelfde soort bezwaren en afwegingen hebben als de rest van de samenleving. Dus dat ze het soms lastig vinden omdat windmolens niet mooi zijn. Dat ze het idee hebben van nou, we hebben al best wel veel in Flevoland. Kunnen anderen niet wat meer neerzetten? En zich ook gewoon zorgen maken over wat dat doet met een landschap bijvoorbeeld. En of ze er wel genoeg van terugzien of we niet voor de rest van Nederland aan het produceren zijn. Ties, had je dat verwacht eigenlijk, dat zoiets eruit zou komen? Ja, het beeld, zeg ik al van tevoren, was
jongeren zijn misschien wat meer betrokken en willen misschien wat meer maatregelen. Dat leek ook uit het eerste onderzoek te komen. En nu zie je dat bij de swipocratie dat toch wat genuanceerder ligt. Zeker bij de gesprekken verder. 48% is best nog wel een hoog percentage, maar het is minder dan de helft. En dan bij de gesprekken door, die daarna gevoerd zijn, hoor je inderdaad dat eigenlijk gewoon dezelfde afwegingen en bezwaren als wij allemaal ook met elkaar aan de keukentafel bespreken, eigenlijk gewoon onder jongeren leven. Dus de simpele gedachte, jongeren willen wel, die blijkt ook daadwerkelijk te simpel. Ja. Terwijl ik het wel opvallend vind, want als ik, dat is niet representatief uiteraard, maar als ik het aan mijn zoon van 15 vraag, van, ja, wat vind je nou van die windmolens? Haalt hij zijn schouders op, ja, die zijn er toch gewoon. Ja. Dat is hier in Flevoland. Ik weet niet anders. Ik weet niet anders. Ze zijn toevallig wat hoger geworden. Ja. Dus. Maar die zitten er ook in. Hè? Ik bedoel, eigenlijk zie je vooral dat er gewoon de diversiteit die we hebben in onder alle Nederlanders in hun voorkeuren voor de energietransitie en wat er allemaal kan, dat je dat ook gewoon onder jongeren ziet. Dus nee. Het is niet zo heel duidelijk dat er dan jongeren op een bepaalde manier erin staan. Maar jongeren zijn niet echt een speciale groep, nee. Nee, het zijn ook gewoon hun mening en bezwaren uiteindelijk. Ja, dat. Dat is ook weer een beetje van die vocale minoriteit die dan heel erg ver vooruit wordt getrokken. En dan, ja, degene die wat teruggelegen zijn of geen mening hebben, die hoor je niet echt. Ja, of hun mening niet zo ventileren, zeg maar. Ja. Maar ja, ze zijn gewoon normale mensen eigenlijk. Gewoon. Het zijn net mensen, die jongeren. Ja, absurd om te zeggen. Ja, maar die voordeel is er wel van dat jongeren heel erg voor duurzame energie zijn. Ja, dat is wel zo, maar dat, dan heb je weer allerlei moeilijke en complexe informatie eromheen van, ja, wie gaat dat betalen, waar moet het geplaatst worden, wat gebeurt er met de natuurgebieden. Dat is allemaal weer complexe dingen die allemaal ingewikkeld maken. En ik denk dat daar een beetje de jongeren een beetje afhaken van, er worden verwachtingen gecreëerd die niet kloppen. Ja, klopt. Of meer misschien anders het gevoel dat ze eigenlijk niet echt zoveel effect hebben ermee. Dat ze niet echt veel kunnen bereiken daarmee. Ja, dit gevoel, ik denk dat wij dat ook wel hebben opgepikt. Dus we zijn nu naar een volgend beeld gegaan. We merken dat het sowieso best lastig is om jongeren te betrekken bij zo'n thema als energietransitie. En ik heb hier ook met Florian dus van Swipocratie over gehad. Hij zei, het lijkt wel ook steeds moeilijker te worden. En we zien ook in die swipocratie dat er best wel een aandeel zegt van, nou ja, die klimaatverandering, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n probleem voor mij. Hou je maar bezig met het bouwen van woningen. Dat is urgenter, want ik moet gewoon ergens wonen. Ik wil niet meer bij mijn ouders wonen. Ja. Maar wat wij merkten is dat in stellingen je dat leert. Maar we gingen ook een beetje doorvragen. En je merkte dat in die groepsgesprekken ook wel heel erg naar voren kwam. Van ja, ik zie mezelf niet per se als iemand die nou heel veel kan doen daarin. Dus ik heb het idee ook dat jongeren niet per se heel veel handelingsperspectief hebben. En daardoor dan ook zich niet zo met dat thema dan bezighouden. Want het heeft, ik denk, waarschijnlijk een heel groot effect wel op hun leven in de toekomst. Maar als je jezelf niet ziet als iemand die daar een heel groot verandering kan maken. En zou dat ook jouw advies dan zijn aan de overheid? Om het inderdaad behapbaar te maken, om het dichterbij te krijgen. Want klimaat, dat soort thema's zijn heel groot en inderdaad in de toekomst. Terwijl we staan nu echt voor urgente problemen. We hebben het net gehad over de netcongestie. Is dat dan ook, zou dat ook jouw advies zijn van probeer het ook nu behapbaar te maken, wat het effect is echt voor de jongeren nu in het hier? Nou, wat je sowieso ziet is dat misschien die hele grote thema's of zo, hè, we hebben het over de energietransitie, de klimaatcrisis, dat is natuurlijk wel gewoon super groot. En daar iets in betekenen als jongeren is als mensen überhaupt, hè, is natuurlijk overweldigend. Dus ik denk dat je het behapbaar moet maken. En ook nog op een manier die dan aansluit bij jongeren. En daarom is het ook belangrijk dat de organisaties als Jongregio bestaan om dat te kunnen doen. Ja, want dat wilde ik vragen aan jou inderdaad. Bij de introductie vertelde je al kort even iets over wat jij dan doet in, rondom die hele energietransitie Jongregio. Ja. Dan komen we straks nog op jouw laatste dingen terug. Wat doe jij daar? Waar is Jongregio? Eerder was het Jongres en de naam is gewijzigd in Jongregio. Ja, klopt. We hebben ons zicht wat verbreed. Eerst waren we wel echt gefocust op de res. Maar nu is het wat breder met wat meer andere perspectieven en meer kwesties erin gemixt. Maar Jongregio focust zich eigenlijk op het verhogen van de participatie eigenlijk bij jongeren dus. Want opnieuw, jongeren
die kunnen er wel voor eens zijn, ja, maar dan moet er echt wat gedaan worden. Er moet echt wat actie ondernemen worden. En ja, hoe we dat doen, dat hangt een beetje af per vertegenwoordiger. Want in principe kan je eigenlijk ons een beetje vergelijken als een beetje freelancers eigenlijk. Aha, ja. Want we mogen in principe zelf een beetje gaan kijken waar we aan willen werken. Wat voor projecten we willen doen. En allemaal dan in de hoop om gewoon die participatie te verhogen. Ja, en is daar altijd afstemming met jou of met de rest? Ja, de jong regio wil ook graag aan tafel zitten. Zoals hier aan tafel. Mm-hmm. Dus het is inderdaad, ik zie het ook als opgave om binnen de rest ook zoveel mogelijk jongeren aan tafel te krijgen om dat gesprek met ze te voeren. Shannon zegt het ook al. In de gesprekken merk je pas de nuance. Dus het is eigenlijk een cadeautje dat Jong Regio probeert jongeren ook aan te sporen om aan tafel te komen zitten. Daar is misschien ook wel een beginnetje om wel invloed uit te kunnen oefenen. Dus ik zie het ook als mijn opdracht om die uitnodiging die er ligt ook met beide handen aan te grijpen. Ja. En met jongeren aan tafel te gaan. Zo, maar om allemaal dat behapbare wat jij noemde, van dat het ook behapbaar wordt en dat het ook in die stukjes. Voor ons ook de wijze lessen hoe we het in die stukjes behapbaar kunnen maken. Ja. Want ik snap ook wel dat het verhaal veel te breed en veel te ver weg is. En dan ga je weer focussen op je eigen leven. Ja. Dus samen met Jong Regio zou ik dat patroon graag doorbreken. Maar die uitnodiging die staat. Ja. Maar ik denk dat er ook een rol voor ons ligt in de communicatie in dat opzicht. Want volgens mij is de grote onderwerpen inderdaad niet aanslaan. Maar als je inderdaad zegt, jongens, maar hier zit qua werkpotentieel voor jou in de toekomst. Hier ligt jouw baan. Hier ligt jouw broodwinning voor de toekomst. Als jij een goede technische opleiding kan volgen. We hebben de komende jaren 20.000 tot 30.000 mensen nodig in die energietransitie. Dan is het op een hele andere manier gaat het weer leven bij de jongeren. Dus ook die manier van communiceren is denk ik ook wel van belang richting de jongeren. Ja, dat bleek ook echt heel onderzoek. Ja. Ja. Wil je nog even terug naar de vorige dia? Want volgende. Staat hier nog iets op waar jij nog iets over wil noemen ten aanzien van ook de resultaten? Nou, wat ook aansluit bij de opmerking zojuist. Als je de laatste quote leest, ik zie zelf nog niet de problemen, ik merk het niet, we zijn nog jong, misschien gaan we het later merken. Bedenk dat dit een quote is van iemand met een technische opleiding. Dus die door ons, of veel mensen die zeg maar rondom de energietransitie werken, wordt neergezet als, nou, dit zijn de mensen die eigenlijk een belangrijke rol gaan spelen in die energietransitie. Die hebben hard nodig om het werk te gaan uitvoeren. Die staan eigenlijk in de kern van wat we gaan doen de komende jaren. Die mensen zien zichzelf niet als deel van dat project of van dat verhaal. En hoe kan het dat niet in de aanloop, dus de afgelopen jaren, hè, zo'n naïeve vraag, maar hoe kan het dan dat ze niet aangehaakt zijn? Als onderzoeker zeg ik dan, daar moeten we onderzoek naar doen. Ja, ja nee, ik weet het niet. Maar dit verbaast mij heel erg dat dus die groepen waarvan we eigenlijk keer op keer zeggen, ja, die zijn zo belangrijk, dat die dus niet dat verhaal niet op die manier delen of zo. Of in ieder geval niet zichzelf daar zien als iemand die daar een rol in speelt. En daar valt misschien ook voor de provincie wat werk in te doen. Daar valt voor de provincie misschien wel wat werk in te doen. Ties, Harold? Ja, dit was wel de grote eye-opener in het onderzoek. Het rapport is nog niet klaar, maar dit is wel ook meteen de meest zorgwekkende. We gaan ontzettend veel handjes nodig hebben in die energietransitie. Letterlijk handjes in het bouwen van alles, het aanpassen van alles, maar ook heel veel denkkracht. En dat zou eigenlijk in opleidingen al verwerkt moeten zijn. Dus daar is inderdaad werk te verrichten om dat veel meer op het netvlies te krijgen. En jongeren ook echt, nou ja, over perspectief gesproken, perspectief op een goede baan te kunnen bieden. Klaarblijkelijk zijn we er nog niet in geslaagd om dat goed voor het voetlicht te brengen. Dus daar zou zeker werk te verrichten zijn, denk ik. Ja. Volgens mij kunnen we daar ook echt aandacht aan besteden binnen de VEA. Hè. 2 weken geleden was ik op werkbezoek bij Windesheim Flevoland. Waarbij ik ook met de lector energietransitie in gesprek was geweest. En ook daar juist ook zie je dat inderdaad de stageplekken bij bedrijven die inderdaad hiermee bezig zijn, echt van essentieel belang zijn om de jongeren van het theoretische ook daadwerkelijk de stap te laten maken naar het praktische. Van hey, wat ik hier dus leer, daarmee ga ik dus echt concreet een laadpaal in elkaar zetten. Dan ga ik echt concreet een stap zetten. En dat is belangrijk, denk ik. Ja, zolang je echt concreet maakt dat het echt gewoon een sector is waar je gewoon wel een goed leven mee kan hebben met gewoon financiële stabiliteit. Dan wordt het wel wat aantrekkelijker. Ja, dus het gaat verder dan van we moeten zorgen. Ik hoor jou nog wat andere dingen zeggen, namelijk hè, van de goede stageplekken, de opleidingen moeten goed zijn. Maar je moet dus ook dat andere stuk van voor je toekomstgerichtheid, financiële zekerheid, dat
dat is voor jongeren dus misschien nog wel belangrijker. Ja, en die quote van, oh ja, we gaan het later merken in de toekomst. Mm-hmm. Ik zie dat eigenlijk wel vaker, ja, tussen de mensen waarmee ik praat of op mijn opleiding. Dat het gewoon meer een probleem wordt voor later, want ja. Nu maakt het nog niet uit. Nee. Nu is het niet zo erg of zo. Maar ja, je moet wel op een gegeven moment gaan kijken naar de toekomst. En als mensen dan zien dat, hey, dit met energietransitie, dat is iets belangrijks. Ik doe iets goeds eigenlijk voor eigenlijk iedereen. En het is ook nog eens iets wat ik gewoon goed kan doen met een goed leven erachter. Met een eigen huis misschien om het geld daarvoor te hebben. Dan maak je het inderdaad wel aantrekkelijker. En dat vinden denk ik wel veel jongeren belangrijk, ja. Dat is een mooie afronding. Tot slot bedank ik jullie allereerst voor dit mooie gesprek. En jij mag de uitsmijter, want jij wilt nog ergens een oproep doen. Ja. En wilt u meer informatie over de RES, over Jongregio, zoek vooral informatie op de website van de provincie. Of op de website van het onderzoeksbureau Populitics. Hartstikke mooi. Goed dat je dat gedaan hebt, dat onderzoek. Ties, ook heel veel succes met de doorontwikkeling van de RES. En Sebastian, voor jou de laatste oproep. Ja, dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn, of je nou veel doet met energietransitie of niet. In 1 juni organiseer ik samen met een paar andere mensen uit de JKB bijvoorbeeld een festival om participatie wat te verhogen. Hopelijk trekken we daarbij mensen aan die niet echt normaal gezien wat doen met energietransitie. Maar iedereen is natuurlijk welkom. En het festival is in? In Amsterdam, de locatie heet de Sering. Als het goed is, is het ergens in de buurt van Amsterdam-Sloterdijk. Maar kom gezellig langs. Er is daar gewoon muziek. Er zijn wat praatjes. Je kan daar vragen stellen. Gewoon met mensen gewoon in gesprek gaan ook. De reclames zullen ook hopelijk later wat tevoorschijn komen, ja, in Amsterdam zelf. En als de informatie bekend is, kan dat mogelijk ook gewoon via Jongregio, via de provincie, onder de aandacht gebracht worden. 1 juni, festival, speciaal voor jongeren. Ja. Maar ook voor anderen die willen weten, hey, wat kunnen jongeren daarmee doen? En hiermee dank ik mijn tafelgasten voor dit mooie gesprek. Shannon, Ties en Sebastian, dank jullie wel. Het was een mooi gesprek en ik hoop ook dat u als kijkers daar veel uw voordeel mee gaat doen met de uitkomsten van het mooie onderzoek.